Jens van Zonden, in dit soort interviews horen wij altijd dat Sparta zo'n mooi shirt heeft, een traditieclub is, in de Eredivisie thuis hoort. Dat is duidelijk. Wat zijn de andere redenen waarom jij voor Sparta hebt gekozen? Ik denk dat ik mijn eigen hier heel goed kan verder ontwikkelen om een betere voetballer te worden. En ja, natuurlijk is het een hele mooie club. En ja, het belangrijkste voor mij in mijn keuze die ik heb gemaakt is dat ik mijn eigen verder door wil ontwikkelen. En dat denk ik dat ik hier perfect kan. Maar Eindhoven was ook een topclub in de Eerste Divisie. Ja, oké. Okay. Alleen ja, wat jij net zegt, ik denk dat Sparta in vele opzichten een grotere club, een mooiere club. En ja, een club die in de Eredivisie thuis had, wat je net al zegt, is dan FC Eindhoven. Waar ik overigens een hele goede tijd heb gehad en heel blij ben hoe de mensen mij daar begeleid hebben. En hoe die mij gefeliciteerd hebben met deze overgang. Hoe is het voor jou om jouw Eindhoven te verlaten? Niet alleen als club, maar ook als omgeving? Ja, dat zal de tijd uitwijzen. Ik ga een appartementje zoeken hier en dan ga ik hier wonen. Af en toe zal ik nog wel terugrijden naar Eindhoven natuurlijk. Ik blijf die club natuurlijk ook volgen, maar de volledige focus gaat nou hierop. En daar ben ik heel blij mee. Het moment dat jij hoort van je zaakwaarnemer of misschien wel van de club, joh, Sparta is geïnteresseerd. Wat denk je dan? Ja, dan denk je mooi. Laten we maar snel gaan praten en kijken of we het rond kunnen maken. En gelukkig is het heel snel gebeurd. En, Wie de Eerste Divisie volgt, die kent Jens van Zon. Maar toch even, wat ben jij voor een speler? Ik ben een middenvelder. Een middenvelder met veel loopvermogen, met diepgang. En bal afpakken en vooral veel loopvermogen en diepgang. En je komt bij een club waarvan de directeur heeft gezegd die dit seizoen moet promoveren. Is dat lekkere druk of vervelende druk? Nee, ik vind het wel lekker. Dat is ook waarom ik een stap wil maken vanuit Eindhoven. Bij Eindhoven is het wat meer vrijblijvend en hier is de druk natuurlijk wel hoger. Ja, en daar heb ik enorm veel zin in. Heel veel succes. Dankjewel.